Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut, het NII. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, parlement gestart met de begrotingsbehandeling, periode van aangifte bij de dienst der belastingen ingegaan, nu weer gevonden weg wordt gerehabiliteerd en Goten en Bermen Ringweg worden aangepakt. We zijn wederom in een periode van droogte, de piekperiode van de kleine droge tijd. Volgens de meteorologische dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat in dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken. De vuil- en grasverbrandingen komen het meest voor in deze periode van droogte. Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keren uit naar vuil- of grasbranden. Grasbranden kunnen soms spontaan ontstaan. De meeste gras- en vuilverbrandingen zijn echter te wijten aan on- of bewust menselijk handelen. Het KBS geeft ten overvloede in herinnering dat het stichten van vuil- of grasbranden bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu in en met name de woonwijken. Door de frequente meldingen van dit karakter is het KBS niet altijd in staat om multisimultaan op te treden. Een van de trekkers van de tank met bluswater, 20.000 liter, was op dinsdag 2 april 2019 door een technisch euvel voor enkele uren uit de vaart, waardoor de druk op de zorg werd vergroot. Het KBS doet een beroep op een ieder om geen vuil of gras te verbranden en degenen die dat doen te overtuigen het na te laten en bij ontdekken hiervan gelijk de brandweer te bellen op het nummer 110 of de dichtstbijzijnde brandweerpost in uw omgeving. Ook al ondervindt u op dat moment geen directe overlast. Als het gaat om veelplegers, bijvoorbeeld buurtbewoners die zich veelvuldig hieraan schuldig maken, wordt je op het hart gedrukt zoveel als mogelijk de politie te bellen. Het verbranden van gras en vuil heeft meerdere aspecten dan brandveiligheid alleen. Gezondheid, milieu, verkeersveiligheid, etc. zijn allemaal aan de orde bij dit vraagstuk. Aan de kampeerders, recreanten, vissers, jagers, etc. wordt een dringend beroep gedaan verantwoord om te gaan met de natuur en ga voorzichtig om met sigarettenpeukjes, doof deze helemaal uit en zorg voor een asbak of opvang. Voorkom koken onder bomen. Let op laaghangende, dorre takken. Houd uw vuurplek op minimaal 3 meter schoon en geheel vrij van begroeiingsstrooisel om loopvuur te voorkomen. Wees alert en houd een emmer met plusminus 20 liter water gereed. Laat de plek zoveel mogelijk achter zoals je die hebt aangetroffen en indien mogelijk netter. De behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019 is op maandag 1 april gestart. Tijdens de begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 16 ministeries behandeld. In deze aflevering brengen wij u de DNA-leden Amsat Abdul, Aziz Kumar Gayadin en vicepresident Michael Ashwin Adin. Mevrouw de voorzitter, na de presentatie van deze begroting werd al tal van kritiek geleverd. Al deze kritiek zonder enige onderbouwing, maar alleen verwijzend naar het tekort van 1,6 miljard en de leningen van 7,1 miljard. Op basis van deze twee gegevens alleen zijn er tal van conclusies getrokken. Heel vaak zeer subjectieve conclusies, maar duidelijk meer, voorzitter, een politiek doel dienende conclusies. Frappant is dat niemand verder is ingegaan om te onderzoeken waarvoor de onder andere de leningen zijn opgebracht op de begroting. Vraagt u ze, voorzitter, of ze een uitleg kunnen geven waarvoor er geleend zal worden.
of hebben en ze hebben geen antwoord voor u. Simpelweg, voorzitter, omdat ze de begroting niet hebben gelezen. Maar grappig genoeg zijn ze allemaal deskundig op het gebied van begrotingsanalyse. De conclusie die getrokken zijn, en ik heb een paar geprobeerd op te sommen, zijn het volgende. 1. Dat de begroting niet voldoet aan de wettelijke regelingen. 2. Dat de begroting de situatie niet zal verbeteren, niet het volksbelang dient en ons in een diepere crisis zal doen belanden. 3. Dat de Nationale Assemblée de begroting moet afkeuren. Laat me voor alle duidelijkheid, voorzitter, dit laten optekenen in uw parlement en wat onduidelijkheden wegwerken. 1. De begroting is conform de grondwet artikel 156, de leden 1, 2, 3, de huidig geldige comptabiliteitswet en de wet op staatsschuld ingediend. 2. Dat de begroting geen verbetering zal brengen in de situatie hoor ik elk jaar. Maar volgens rapporten van internationale organisaties zoals IMF is er een behoorlijke verbetering op te merken in 2017 en 2018 in vergelijking met 2015 en 2016. En deze kan ook gelezen worden in de verschillende rapporten. 3. Voorzitter, ik kan garanderen dat de Nationale Assemblée de begroting van 2019 wel zal goedkeuren. Met een aantal wijzigingen natuurlijk. Maar we keuren het wel goed, omdat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Ik heb hier tijdens de behandeling van de comptabiliteitswet en normaal op in de afgelopen jaren tal van zaken gepresenteerd waarbij er duidelijkheid is gevraagd vanuit de regering. Of het nu bij HI is, waarbij advocaten die betaald is geworden voor juist ambtenaren die in de fout zijn gegaan. Noem maar op, zaken waar de minister van Financiën hier in uw parlement verklaard heeft, de zaken worden opgestuurd naar het parlement. Maar tot de dag van vandaag, misstanden wordt door deze regering met mantel der liefde behandeld, voorzitter. Omdat de Manoa onderzoek, al die corruptieonderzoeken die nu bij de PG liggen, waarbij zaken niet vastgesteld zijn geworden en zogenaamd allerlei dossiers. Ik heb ook in de dossiers zo gekeken, voorzitter, waarbij juist bewijsmateriaal die zou moeten leiden tot een goed onderzoek, dat wordt weggelaten, voorzitter. Natuurlijk is het geachte lid vrij om metafoor op los te slaan, natuurlijk, die geen kan nog wel slaan. Maar ik wil het slechts hebben over het feit van een hele verregaande uitspraak en beschuldiging richting de regering, als zou de regering opzettelijk informatie weggelaten hebben in rapporten naar de PG. En ik vraag bij deze uw mening, maar ook vanuit de regering, dat wij geenszins ooit of eerder ooit dat hebben meegemaakt. We zijn in een continu dialoog met de PG om informatie te geven. Tenzij de spreker, rechercheur of vervolgambtenaar is geworden en kan beoordelen wat weglaten niet weglaten is, maar door een uitspraak te doen als zou de regering opzettelijk, dat is een beoordeling van informatie en ik zie niet dat het geachte lid PG zelf is. Dus ik vraag bij deze dat dit even gecorrigeerd wordt of verduidelijkt wordt, want dit is niet een uitspraak die de regering kan accepteren. De vicepresident vervolgt zijn reactie na het betoog van het lid Gayadin. Inderdaad heb ik aangegeven, het is een continu proces. Over en weer, we gaan de documenten en wij staan er volledig achter en ook achter de PG. Als het gaat om het onderzoek. Alle informatie zijn we alle tijden bereid te geven. En die overweer van informatie zal blijven gaan. Slechts dit aanvullend, omdat ik zie dat er een misverstand ontstaat steeds. Ik heb in één adem altijd aangegeven, voorzitter, en zal blijven aangeven. Wij zijn een ondernemende overheid.
En dat doen we met ondernemers. Geen enkel ondernemer gaat out of pocket geld over de toonbank gooien. Elke ondernemer leent, groeit, leent. Dat is heel normaal. Als men niet gewend is een ondernemende overheid te zien, dan is dat des persoons. Als ondernemende overheid ga je niet geld dat je verdient ergens strooien. Je gaat ervoor zorgen dat met onderpand je inkomsten kunt genereren over onderpand, mits u zeker bent dat de projecties goud, bauxiet, we zien een grote opkomst van olie en gas. Wij zien de projecties, wij hebben de projecties van de inkomsten. Met andere woorden, wij hebben ook de projecties van onze afbetaalschema. En slechts als u in staat bent te projecteren of u kunt afbetalen, wordt er geleend. Ik heb gezegd, we hebben een verantwoord uitgedacht plan bij het leenbeleid op basis van onze inkomsten die geprojecteerd zijn. Onderpand is slechts onderpand, geeft ons de dekking. Dus voorzitter, in één adem zeggen wij altijd, als ondernemende overheid ga je niet out of pocket geld zitten. Je gaat lenen over, zodat je over tijd kan betalen. Laat me een herinnering brengen, u kunt de begroting zien. Wij zijn nooit achtergelopen met het betalen van onze rentes. Dat weet u ook. Dat mag de gemeenschap ook weten. We zijn nooit achtergelopen in het betalen van onze rentes en aan de aflossingen. Hoe zouden we dat dan als een verantwoorde regering over het hoofd zien? We hebben de projecties gezien, altijd netjes afbetaald. We zien, we kunnen meer. We zeggen ook, we hebben een dekking. En op basis daarvan zullen wij blijven ondernemen. Dank u wel. De regering doet er alles aan om het land mooi te maken. Onlangs heeft de wegenautoriteit contracten getekend met ondernemers om de bermen van de wegen, de primaire wegen, landelijk schoon te maken, te onderhouden in 12 maaibeurten, 12 onderhoudsbeurten. We staan vandaag hier aan de ringweg en we praten met de projectleider van de wegenautoriteit om ons meer informatie te geven over deze werkzaamheden. De aannemers zijn al begonnen met de werkzaamheden. Het gaat meer om het onderhouden van de berm. En de wegen, welke vallen onder de wegenautoriteit, zijn verdeeld in verschillende blokken. De werkzaamheden houden in namelijk van dat de bermen over de volle breedte gemaaid zullen worden. Na het maaien zal het wel over de volle strekking geharkt. Een zwerfvuil zal ook opgeruimd moeten worden. Er zijn ook andere activiteiten daaraan gekoppeld. Bijvoorbeeld de kruisende wegen. In zo'n geval bijvoorbeeld de ringweg. De kruisende weg naar de ringweg toe wordt vanuit de wegrand 15 meter naar binnen gemaaid. Met alle activiteiten ook wat hoort bij het maaien. Ook het taluut, zwerfvuil, het harken. We doen dat eigenlijk zodat het verkeer vanuit de kruisende weg overzicht kan hebben op het verkeer op de ringweg. We hebben onderscheid gemaakt tussen twee situaties. Waar de sloot smaller is dan 3 meter, maaien we tot perceelgrens. Dus berm, taluut, de sloot, wateroppervlakte of de bodem, weer taluut, weer de berm tot de perceelgrens. Maar op plaatsen waar de sloten breder zijn dan 3 meter, maaien we de berm en 1 meter in het taluut. Dus de vier heeft staat bijvoorbeeld de ringweg. Voor allemaal bij die maaien, dat gras bij de benen, dat is 1 meter zo. Maar dat maakt kort een tractor, dat dit doet die de keup. Zwerf, dus de keuken, plastic, de foambakkie, alles aan elkaar loog toe. Dan ben je een beetje grazie moren samen, kotis refi. Dan moet je de soort zijn dat je een beetje te paar beren. Dus, als je grazie hebt,
bene ine si next sa dagro ma solanga ikoting de si aromol sa ikadoro si and tenes akoti sa may kota grasis refi amay harak ala sa winter why sobs ana animal fault of nama doramans na lata kay dasane why go tapapasis refi wadora sa ate foro wa kafar wa blek wa kula blek ka foro wa kafar giwa autobus tuur dat Afrigo na kaurek fik. Begrijp je toch? Dus dan had ik gevaar en tere man barui mop alasani je ziet dat je toch de ma eko de ma vriend doti uit de wagi. Terwijl ik kapot om plastic zak in de wagi pot ala doti go in city go also tayen daya potek. Dan op een indicatie om in asa kost mij kost dat staat wel heel veel voor ruim de sana toch. De wiegautoriteit heeft de primaire wiegen onder zich. Er is, als ik me niet vergis, 480 kilometer in de buurt daarvan. Dus 480 en 500 kilometer overgedragen. En op alle wiegen van de wiegenautoriteit dat overgedragen zijn, worden er werkzaamheden uitgevoerd. Met uitzondering nu van het district Koroni, omdat daar de aannemer Baitali met asfalteringswerkzaamheden bezig zal zijn. En de bermen ook meegenomen is in het project. Er wordt gewerkt langs de weg qua veiligheid. De aannemers zijn gebonden aan het contract. In het contract is ook de veiligheidsvoorschriften van de aannemers opgenomen. En we vragen aan de automobilisten, de weggebruikers, om als ze zien dat mensen bezig zijn te maaien, vooral met broskotter of wat, laten ze een beetje rustig rijden. Want u weet niet, het hoeft niet met offset te zijn dat iets vliegt naar de weg toe. Niet dat het met voorbedachte raden is. Want zoals ik het al eerder heb aangehaald, een zwerfvuil wat beneden is, ziet hij niet helemaal. En het is niet dat het niet kan, maar het is echt moeilijk om dat eerst op te ruimen. Dan te maaien. Maar na de eerste onderhoudsbeurt zal het wel vlotter gaan bij de wiegautoriteit ten aanzien van het maaien en voor de weggebruiker zal de overzicht wel beter zijn. U ziet het. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is dagelijks bezig met diverse werkzaamheden. Zo ook hun werkarm, de Wegenautoriteit Suriname. Aan de nieuw hergevonden weg zijn werkers van het ministerie ook bezig met rehabilitatiewerkzaamheden. De weg is compleet aangepakt en zelf voorzien van voetpaden. Deze beelden hebben wij ook voor u. De nieuwe van de weg wordt vanaf de Indira Gandhiweg tot en de Magenta Kanaal gerehabiliteerd. Het maatschappelijk voordeel is ten eerste, er komt een visuele scheiding tussen de rijwielpad en de rijbaan. Dus qua veiligheid is het nu veiliger, wordt het veiliger voor de gemeenschap en de weggebruikers. Wie draait op voor de kosten van het project? De werkzaamheden worden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie verricht. Dus de overheid betaalt, draait op voor de kosten. Zodra de werkzaamheden worden afgerond, wordt dan de wegmeubilair sowieso aangebracht. De eerste fase, zoals ik eerder zei, is daar afgerond. De tweede fase is namelijk het openbreken van het asfalt. Daarna wordt er dan een verdichte beeskorslaag aangebracht van 35 centimeter, waarop er dan een eerste asfaltlaag komt, oftewel de beeslaag, die heeft een dikte van 6 centimeter. En daarop heb je dan een tweede asfaltlaag, en dat is ook, heeft een dikte van 5 centimeter, oftewel de binderlaag. En de binderlaag is momenteel vanuit de Koesewijnenstraat tot de leiding 22 aangebracht. Dus dat is fase 2. De derde fase is eigenlijk
waarmee men nu bezig is, het aanleggen van de langsparkeervakken. En daarna komt dan de verharding van de berm, ook in betonstraatstenen. En die loopt vanuit de langsparkeervat tot aan de erfgrens. Dus als laatste fase kunnen we zeggen dat de laatste fase is eigenlijk het aanbrengen van de toplaag van asfalt. Die heeft een dikte van 4 centimeter. En zoals ieder weet die de nieuwe gevonden weg reed, de eerste gedeelte vanuit de Indragandiweg tot en de Koesewijnenstraat is al afgerond. Dus er is dan de geasfalteerde rijbaan is dan 6 meter. En aan weerszijde komt dan 1,5 meter rijwielpaden. Dus de totale geasfalteerde breedte is dan 9 meter. Naast je geasfalteerde weg heb je dan de langsparkeervakken van aan weerszijde 2,5 meter. En daarnaast komt dan die verharde berm ook in beton straatstenen tot je erfgrens. Die ook als voetpad gebruikt kan worden. Sowieso worden al de buurtbewoners betrokken bij het project. Voorafgaand van de werkzaamheden worden alle buurtbewoners in kennis gebracht voor de werkzaamheden die zullen volgen. En sowieso ook via de media vindt er bekendmaking plaats voor de werkzaamheden. Hebben jullie enige stagnaties ondervonden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden? Zoals ik al eerder zei, lopen de werkzaamheden vlot en hebben we op planning staan volgend jaar 2020 juli de weg geheel op te leveren. Kijkers, van 1 tot en met 30 april is de Sashuba-periode. Dat is de periode waarbij kleine zelfstandigen en kleine ondernemers zich kunnen aanmelden bij de Belastingdienst om geholpen te worden met hun belastingaangifte. We staan hier voor de deur van de Belastingdienst omdat we zo meteen naar binnen lopen om te kijken hoe deze werkzaamheden aan toe gaan, hoe de mensen komen om geholpen te worden. En daarnaast zullen wij een gesprek hebben met Marlon Simonson die ons gaat vertellen hoe het tot nu toe loopt en wat de volgende stappen zijn. Kom met ons mee om deze informatie ook tot u te nemen. Eigenlijk zijn we, zoals u heeft gezegd, zijn we begonnen op 1 april, hè, maandag 1 april, met de mensen die hulp nodig hebben bij aangifte om de mensen te helpen. De eerste dag liep het een beetje, maar we zien dat de aanloop begint te komen. De berichten zijn in de kranten gekomen, hebben we gemerkt ook. En de mensen zijn al vroeg hier om dan eigenlijk hun aangifte in te vullen. Nou, in vergelijking met het vorig jaar zien we dat het nog niet is wat het was vorig jaar. Dus we verwachten wel dat de komende dagen en misschien de komende volgende week in het bijzonder en als de vakantie is, dat de mensen dan gaan opkomen, want we zien nog niet wat we hebben gezien vorig jaar. Vorig jaar was het deze dagen al, begon het al druk te worden, maar we zien dat nog niet. We hebben een lijstje gemaakt, ik wil even mijn stukken erbij halen. En ik wil daar even aangeven dat de Sashuba bestemd is voor een aantal groepen mensen. Hè? En die mensen die tot deze groepen behoren, die gaan we dan helpen. Dat zijn dan de restitutiegevallen. Mensen die restitutie vragen, mensen die als kleine ondernemers werken, kleine zelfstandigen, mensen die in loondienst zijn, de remigranten, dat zijn personen die uit Nederland komen en een remigratieuitkering krijgen. Dus zoals AOW, een remigratieuitkering. Degene die inkomsten hebben uit het verhuren van onroerend goed, bijvoorbeeld je hebt een pand en je verhuurt dat pand. En ook de mensen die niet kunnen lezen en schrijven, die willen we ook tegemoetkomen. Dus dat is de groep mensen die geholpen wordt hier tijdens de HUBA-periode van 1 april tot en met 30 april. Ik weet niet wat we kunnen zeggen groot, hè, of we dat kunnen definiëren. Maar in ieder geval, er komen wel veel mensen, die kleine zelfstandigen komen wel. Mensen die misschien onder de markt verkopen. Mensen die eigenlijk een kleine hossel hebben. Die mensen zien we wel komen. We zien wel niet, als we kijken naar de administratie van de Belastingdienst, zoals u daarnet zei. We zien niet echt eigenlijk de mensen komen die moeten komen. Heel wat mensen komen niet. En als we aan het eind van de balans opmaken en we kijken naar de administratie, zien we hier een aantal mensen die eigenlijk onder de groep kleine ondernemers vallen. Die zijn niet geweest gewoon om hun aangifte te doen eigenlijk. Dus dat speelt wel. Wat we wel veel krijgen is dat er restitutiegevallen komen. Mensen die misschien een hypotheek hebben en de hypotheekrente is aftrekbaar. Dus zulke gevallen krijgen we wel. En zeker ook de mensen die
een AOW-uitkering krijgen of een immigratie-uitkering uit Nederland. Die groep is wel stabiel elk jaar. Dus de mensen die niet zijn gekomen of de mensen, laat maar het anders definiëren, die geen aangifte hebben gedaan. Het systeem van ons voorziet eigenlijk na een bepaalde periode wordt er dan wat men noemt een bericht gestuurd naar de mensen, een aanmaning gestuurd naar de mensen om aan te geven, hé, je bent niet geweest, je hebt nog 2 weken om te komen. Als die periode verstreken is en de mensen komen toch niet, gaat het systeem dan op een bepaald moment een aanslag uitdraaien voor de mensen met een boete van 100%. Dus we willen van hieruit de mensen die naar dit programma kijken, we willen ze echt oproepen, kom uw aangifte doen. Kom uw aangifte doen en voorkom dan deze problemen met aanslagen. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.